Een hele goede middag, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag, 24ste, zijdewik hoor. Kijk aan. Juni, ja, en nog geen juli, nee, juni. Juni, ja. En juli, dat is, juli is jodenvolk, ja precies. Wij zijn dus nu op pad met de diertjes, wat jullie wel kunnen zien. Waar naartoe, dat gaan we nog niet verklappen. Dus we zeggen maar weer, heel veel kijkplezier! Nou, toen waren we nog lekker even aan het lopen, maar ik wil jullie wat laten zien. Kijk, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar dit is een grote berenklauw. Kijk eens aan. Is dit een nieuwe trein of is dit een oude trein? Boven ons. Hij reed boven ons. Ha. Mocht je deze joekel ergens anders zien, hou je hond alsjeblieft buiten. Ja. Zet hem maar. Lopen. Goed zo. Hi. Hoi. Ja. Alles goed? Nee, die berenklauw. Ja. Dat sap daarvan, is dat op je handigheid, weet ik wat. Onder invloed van zonlicht geeft dat een soort van effect van verbranding. Een van de niet en niet alleen maar met zonlicht. Gewoon al gelijk al met dat sap. Okay. En ook honden mogen er niet bij in de buurt komen. Okay. Want ook hun kunnen er last van krijgen. Dames, kom! Ja, nou en toen waren we alweer eventjes onderweg weg. Want wij gaan eventjes heen naar de dierenarts, want ik wil ze even laten wegen. Want op mijn eigen weegschaal, als Ro die kleine en die grote optilt, wij hebben ze sowieso al gemeten. Vanaf de voorpoten tot en met aan de rug, toch? Rug? Schofthoogte. Schofthoogte, ja, maar tot en met de schouders, toch? Ja, dat zijn we. Ja, ja de, maar schouders. Voor de mensen die het even niet begrijpen. Dit. Hè? Tussen de ja, maar gewoon eventjes. Ro, het gaat er even om dat, en dat mensen soms niet weten wat schofthoogte is. Dus dan is het vanaf de, vanaf de onderkant voeten tot en met de schouder. Ja. Dat bedoel ik, juist. Nou, dat, en dat hebben we dus gemeten. Zij is 54 centimeter. En zij daar, die van 8 maanden en 1 dag. Zij is 53 centimeter, dus het scheelt 1 centimetertje. Heb je het al van Max bekeken? Nee. Ay, wat jammer. Ja. Wat jammer. Nou, dat gaat het dus sowieso binnenkort even doen. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet op die manier toch. Je weet niet eens hoe lang die is. Ja, dag. Dat moet je lekker met een centimeter doen. Ja, centimeter ook. Kom. Even serieus. Maar dan kan je ook bij en bij de dierenarts vragen. Centimeter. Dan gaan we dat zo meteen gewoon even bij de dierenarts vragen. Die grote die is 31,3 op de weegschaal als Ro haar optilt. En die kleine die was 23,3. Hè? Ja. Dus dat willen we even verifiëren en bij de dierenarts. Dus het is mooi weer. Waarom dan even niet lekker lopen? Ja, lekker lopen. Op de benenwagen. Dus gaat leuk. Gaat gezellig worden, toch? Ja, zeker. Lekker heb je weer. Er zin in? Ik heb er zin in. Lekker stukje lopen. Ja, ik ook. Lekker buiten. Heerlijk. Recreatief lopen is veel leuker. En dit is ook... Hier gaan ze ook het een en het ander doen, zie ik. Ja, en hier een bocht aanpassen. Een hele mooie bocht aanpassen, ja. Daar hebben ze ook iets gemaakt op straat. Hier hebben ze iets gemaakt. Wat ze hier ook gaan doen, weet ik ook niet. Ik denk een eilandje. Oversteek, ja. Eilandje verplaatst naar daar. Ja, dan, en dan ga je hier dus oversteken. Ja. Want die wordt ook verplaatst, heel erg. Dus ze zijn hier lekker bezig. Kom, dames.
Kijk, zoals hier al. Van hier, kijk. En dan staat hier al iets einde bocht. Even kijken, einde bocht. Einde bocht, ja. Ja. Dan krijgen de fietsers ook een ruimere bocht, hè? Ja. Hele ruimere bocht. Dat is wel beter. Naar mijn idee. Zo, toen waren we alweer bij Voorburg het Loo. Ja. In de duisternis. Ja, even inderdaad in de duisternis. Maar nou niet meer. Nee, nou niet meer. Kijk, nou is het weer. Wordt het weer een beetje scherpjes. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Maar weet jij nog ongeveer hoeveel Max woog voor de laatste keer? Op jouw weegschaal even, hè? Gezien. Twee kilo minder als die kleine dus. Ja, ietsje minder dan 2 kilo. Oké. Nou, we zullen het dus zien hoeveel de 3 gaan wegen. Maar ik ga jullie sowieso daarin meenemen. Dat is grappig, dat is leuk. En dat vind ik leuk. Nou, dat vinden we leuk. Moet ik het wel goed zeggen, hè? Ja. Snackshop de Sprinter. Ook die hebben we nog. Ja. Gaan we hier al in? Ja. Even lekker omlopen, is leuk. Kom. Nee. Oh, die ziet weer wat hoor. En die hoort weer wat. Nee, niet meer? Oké, nou, lopen. Kijk. We hebben ook nog. Die hebben we er nog nooit op, onze vlog gehad, hè? Nee. Is ook wel eens een keertje grappig. Dat is mooi. Nee, hier links. Hier links. Links, ja. Goed zo. Ja, en dit heet weer handsfree wandelen. Kan vloggen, kan wandelen. Dat is leuk. Vloggen en wandelen tegelijk. Wandelvloggen. Wat? Wandelvloggen. Ja, bijna wel, ja. Gaan we hier alweer links. Goed zo. Keurig. Jonge dame, wat ben je braaf. Hé, hey, lof. Kijk, lof. Lof. Kleine meid. Kleine. Hé, hey, kijk eens. Ja, loop maar. Kijk, en hier in Voorburg. Dat is hoezo leuk. Hier hebben wij hier. Nou, niet hier hebben wij. Op dit moment wel. Maar ik woon dus nou niet, helaas niet meer in Voorburg. Maar hebben wij dus Bello. Hondenpoepzakjes. Maar in Den Haag niet, nee. Dus ja. Kom eens hier wachten. Wachten. Ja, go. Jij, ja. Als enige jij, ja. Waarom mensen? Deze loopt weg en hij kent het hier nog niet. En zij gaat dan wel even uitdagen, maar dat maakt niet uit. Ja, dat is ook weer eventjes iets voor ons. Kijk. Zit. Kijk, zo doe ik dat, oma Koen. Trainen. Kijk. Kijk eens. Zitten. Goed zo, lopen. Nee. Kijk. Goed zo. Hé, lopen. Ga mee. Hey, was jij ook mee? Ja, ik kan maar beter komen als ik kijk hoe het hoort. Misschien krijg je dan wel wat. Wat zei je nou? Je kan maar beter komen.
als er kijk geroepen wordt. Ja, kijk! Misschien krijgen we wat. Kijk! Kijk! Dan moet je die meneer ook kort houden. Dankjewel. Kijk! Kop! Door! Door! Kop! Door! Kijk! Kijk! Hé! Hey. Voor! En voor! Voor blijven! Zeg, bewaar zeg! Ja, kijk, kom! Kom voor, kijk! Hier, kom! Hier, kijk! Kijk! En lopen, voor! Volglijn! 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 Zo. Hé, vind je het even lekker? Nee. Plonzen zo, hè? Plonzen zo! Kom! Kom maar, kom! Je is aan het zwemmen hoor, mensen. Ja, ze is aan het zwemmen. Kom maar! Dan zie ik ze er niet uit. Kom! Kom! Ze is helemaal doorweekt. Kom, kom. Hier, kom. Kijk eens hier. Kom. Ja hoor. Kom voor. Kom voor. Kom voor. Kom voor, kom. Kom maar. Kijk eens. Kijk. Zitten. 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 Kijk eens hier. Zitten. Jij krijgt... Zitten. 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 Goed zo. Ja, keurig. Nou, ja, toen was het al inmiddels al... Bijna 3:15. Het is 3:20 op dit moment. Hoi. Hoi. Hoe gaat-ie met jou? Ja, lekker. Lekker weertje. Ja, het is inderdaad heerlijk weer, want ik loop nog steeds zonder jas. En dat ding is lekker verkoelend of zo, wat je aan hebt. Ja, het is winddicht. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar als het koud is, is dit warm. En als het warm is, is het koud. Dus... Ja, dat is mooi. Het is eigenlijk een sportdingetje. Oké. En die vermaken zich ook goed. Prima best. Ik heb geprobeerd een foto te maken, maar dan wil die niet goed zitten. Dus dan lijkt hij groter. Maar oké, maakt niet uit. Er is dan weer een mooie foto van hun drieën gemaakt. Ja. Ja, dus ja, lekker aan het wandelen. Heerlijk. Zalig. We mogen niet klagen. Het is lekker weer. Nog steeds. Want de hele dag. Ja. Aan de kant. Toen was het lekker weer. Lekker zonnetje. Kant. Ik weet trouwens niet eens hoe warm het is. Nee. Sorry, u staat er toch op. Ik kan er ook niets aan doen. Helaas, pinnegaas. Als u er niet op wil, dan had u dat ook even kunnen zeggen. Maar ja. Ja, daarom. Als je erop staat, sorry. Oké, geef niet. Oké, kijk, dat is mooi. Nee. Daar heb ik wat aan. Geef niet. Daar zeg ik het ook wel. Iedere keer sorry als je erop staat. Want het is een nieuwe wet, hè. AVG, dus ja. Daar moet je rekening mee houden. Want als je hier dat niet doet, heb je gewoon een heel vet probleem. En die staat er dus lekker niet op nu.
daar had ik even rekening mee gehouden. Mijn achterkomend verkeer, ja, ik kan het wel zien, maar het zonnetje schijnt in mijn gezicht en ik kan deze bal opdoen. Maar ik vind dat niet echt leuk voor jullie. Ja, dan zie ik wel weer wat meer, maar nee. Kijk, dit vind ik, kijk, oké, okay, ik knijp mijn ogen wel dicht. Ja. Want dan, daar heeft hij ook last van, want hij kan het ook niet tegen met de zon. Maar ja, maakt niet uit. Iedereen en zijn mankementen, toch? Niet dan? Ja. En deze twee dames hebben ook heerlijk gezwommen. Die meneer ook weer, maar dat staat even niet op de vlog, omdat ik hele korte lijntjes heb. Ik heb haar ook even losgelaten. Ze ging even eenden drijven, dat vond ze leuk, die kleine. Met die witte pluimpje op en op de nek. Want zij, want deze twee, die zwarte van mij met die rooitaag en hij, dat is een jagers. Ja, dus dat gaan we niet doen. En we zijn nog even langs een schaap geweest. Geiten. Huh? Geit en een schaap. Ja. En een schaap, vriend. Ja, een schaap. En kippen en zwanen. Ja. Lekkere dames hier, hè. Lekker lopen. Dus even kijken voor jullie hoe lang we alweer onderweg zijn. Ja. Dus even kijken voor jullie, hoor. We zijn nu al. Dus even kijken voor jullie. Net even niet zien. We zijn nu al. Even denken. Even kijken of ik dat kan laten zien. Ik kan nou niet scherp stellen, want meneer die staat daar. Dat is leuk. Kan jij mijn telefoon even vasthouden? Gewoon even zo. Dat ding even scherp stellen. Maar we staan ook vol in de zon, dus dat gaat hem ook eigenlijk niet werken. Dus die houden jullie zo even nog te goed hier onder het tunneltje. Gaan we gewoon even door. Maar ik zeg het al alvast. We lopen nu al 2 uur 8 minuten en 30 seconden. En hoeveel kilometer? Bijna alweer 8 kilometer, jongens. 8 kilometer. Dat is al heel tijd terug, of niet? Ja, een tijdje wel, ja. Een heel tijd terug. Zo, kijk. Gaat ook hard, hoor, het oude CBS-gebouw. Kijk dan. Hier zijn ze heel erg aan het slopen, mensen. Het oude CBS. Ja. We moeten eens kijken wat een mooie omgeving. We lopen dus nu nog in Voorburg. Als we dat paaltje voorbij zijn, lopen we dus weer in Den Haag. Heel bijzonder, maar het is wel zo. Nou, Max die loopt al in Den Haag. Jee! Yeah. Als jij nog een stukje naar achter gaat. Zo. Zo. Oh, ja. En jij loopt nog in Voorburg. Huh? Heel lange lijn. Van Voorburg tot Den Haag. Ja. Een hele lange lijn. Voorburg en Den Haag. Ja, ja. Sorry jongens, maar jullie staan er wel op. Sorry. Even geen het nieuwe wet, dus ik moet het aangeven. Ik ben aan het vloggen. Sorry. Ja, sorry Balolli. Kijk, en hier kan ik het even mooi laten zien. Even lekker in de schaduw staan. Hopelijk dat ik het nou hier kan laten zien. Dat is dat, dan zal dat mooi wezen. Even mijn telefoon zo houden. Even geduld, mensen. Even wachten. Of niet, jonge dame? Nee, waarom doen we dat dan? Hij wil niet wat ik wil. Wacht heel even.
Nee, hij wil niet. Jammer mensen, sorry. Het wil niet. Hij is een beetje raar aan het doen, zal ik maar zeggen. Zo. Hij deed gewoon niet en wat ik wou. Nou. Voorheen konden we dus gewoon zo rechtdoor. Maar dat gaat dus nou niet, want we moeten nu helemaal om. Nou ja, helemaal om, maar een stukje om. Dat hebben ze zo veranderd. Want eerst kon je dus hier ook door het hekje doorlopen. En naar die oranje andere kruin. Maar dat gaat niet meer. Nee, want ze zijn hier dus bezig met grondsanering. Ja. Hi. Ja. U komt er niet op hoor, mevrouw. Nee. En er komen dus hier ook huizen. Ja, dame. Heel gauw wachten. Dank u wel. Ja, jullie ook. Dank jullie wel. Nee, maar er komen hier dus huizen. Ik laat het zo meteen wel zien op het bord die daar staat. Ja. En er wou hier al iemand en van de wijk tiny huisjes hebben. Ja. Kijk die, is die, die en die. Hè? Ja. Maar dat gaan we niet doen, niet. Tiny huisjes. Echt niet. Pleur hier dan een heel groot hekwerk omheen en dan een hondenuitlaatveld of zo. Ja, dat staat er een hek omheen. Ja. Loopt daar nou echt serieus iemand met een hond? Ja. Mag dat? Nee. Dan is het een bouwterrein, Ro. Mag niet. Het is een bouwterrein. Mag niet. Goedenavond allemaal. Welkom dat jullie er weer zijn. Ja, het is nu bijna 11:45. Ik ga mijn laatste rondje doen. Ik ga richting de rode brievenbus lopen. En dan wandel ik nog eventjes met Ro. En dan ga ik nog even een serie afkijken. Highway 5-0. En dan nog een chipje erbij of zo. En dan duik ik daarna weer lekker mijn bed in. Want het is morgen weer vroegdag. Want om alle zeven uur gaat mijn wekkertje weer. En dan moet ik eruit. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel weer voor het kijken. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. En laat een reactie achter. En ben je nog niet geabonneerd, doe het dan. Dat is gratis. Ik zou zeggen, dank je wel. En tot de volgende keer weer. Mazzel. Doei.